Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 13 september van Weerplaza. Vandaag is de eerste storm van dit najaar voorbij geraast met windkracht 9 tot 10. Windstoten van zo'n 117 km per uur zijn geregistreerd, vooral in het Waddengebied. Op de satellietfoto is de kern van de depressie goed te zien, die ligt op het moment boven het zuiden van de Noordzee. En het trekt geleidelijk aan richting het Noordoosten. De stormdepressie zal boven Denemarken en het noorden van Duitsland en het zuiden van Zweden weer wat schade gaan aanrichten. Dat kunnen we ook goed zien als ik de computerberekeningen erbij haal dat de pressie richting Denemarken en het zuiden van Zweden trekt. In onze omgeving wordt het allemaal rustiger. Wel blijft de luchtdruk laag, maar de lijnen van gelijke druk komen verder uit elkaar te liggen en dat betekent dat de wind afneemt. Vanavond en vannacht kan er nog een enkele bui vallen. De buien zitten met name in het noorden van het land. Verder landinwaarts blijft het vannacht op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar 8 of 9 graden. In de kuststreken ligt de minimumtemperatuur rond een graad of 12. Morgen krijgen we te maken met een storing die van noord naar zuid over ons land trekt, met veel bewolking en een paar buien, met kans op onweer. En met 14 of 15 graden. Is het vrij koel cool voor de tijd van het jaar en er staat een vrij krachtige westelijke wind? Vrijdag en in het weekend staat er minder wind, hooguit windkracht 3. S'nachts is het koud, met 7 tot 9 graden, en overdag wordt het 16 tot 17 graden, en dat is nog steeds te koel cool voor de tijd van het jaar. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.